Het is vrijdagnacht en het is 2:30. Dat betekent dat het tijd geworden is voor Blikvoer TV. Elke week gaat het dan ergens anders over. En vandaag start Wilhelmus. Ja, had je erop kunnen wachten. Maar dan wel iets wat te maken heeft met het Koningshuis. Weg met Bea. Bea is zo passé als een gulden. Ze heeft te veel politieke invloed en ze moet gewoon alleen nog maar een ceremoniële taak krijgen. En daarom is de stelling, de monarchie is niet meer van deze tijd. Wat is monarchie precies? Een land waar eigenlijk alle besluiten bij het parlement vandaan komen. Met dus een koningin aan het hoofd. Je moet dus uit de juiste baarmoeder komen om een soort van de baas te worden van een land. Nee, dat vind ik niet, cool. Hoort dat bij deze tijd? Nee, ik vind dat iedereen die kans moet krijgen eigenlijk. En als je het echt wil en als je er echt voor gaat, moet je het kunnen worden, denk ik. Mijn vaderland getrouwen, ben ik tot in den doet. Als ik zeg de monarchie is iets wat passé is, is niet meer van deze tijd. Wat zeg jij dan? Ja, dat klopt. Natuurlijk. Want? Het is een leuke poppenkast, maar daar blijft het bij. Het enige wat ik zie wat ze doen is zwaaien. Dat is alles wat ze doet, is wat ik zie dan. Ik denk dat het gewoon voor het imago voor Nederland wel heel goed is dat het er is. Snap je? Voor de buitenlandse contact. Ik bedoel, het Koningshuis heeft wel aanzien. Maar er kan echt een stuk minder geld naartoe. En vooral, dat is een bezuiniging nummer 1, denk ik, in Nederland. Blunder van Moeten we Beatrix afschaffen? Nee, koningin, het is gewoon Nederland. Nederland heeft een koningin, dat is al zo lang zo. Of een koning en dat hoort er gewoon bij. Ik denk dat president in Nederland... Nee, ik zie dat niet echt gebeuren ook niet, nee. Maar wat vind jij? Reageer hier op Blikvoer. Pik altijd We hebben de Koninginnedag gevierd, maar wat is jouw mening erover? Weg met Bea, ja of nee? Reageren kan nu via Hekje Blikvoer. Je kan ook bellen 0909-1336. Je kan natuurlijk sms'en 3333. En nou ja, ik heb hier twee gasten, ik zal er even bij halen. Attentie Laura, attentie Frank, studio alsjeblieft. Zij zijn de gasten vandaag. En zij... Ja, nou ja, dat mogen ze zelf uitleggen of zij voor of tegen zijn. Laura is 20 jaar, student rechten. Frank is 23 jaar en die studeert dan geschiedenis. En nou ja, ik heet om te beginnen met het Wilhelmus. Welkom. Laura, hallo. Hi. Wat heb jij vandaag gedaan eigenlijk? Ik heb gewoon feest gevierd in Amsterdam. Heel goed. Waar was je? Een beetje overal. Een beetje overal. In het park. Oh, okay. Ja, Brandplein. En Frank, jij dan? Mijn kater uitslapen van gisteravond. Oh, jij hebt Koninginnacht Ja, zover het komt. Oké. Jongens, weg met Beatrix. Laura, wat vind jij? Zeker. Ja. Oké. Frank? Absoluut. Jullie zijn het daarin eens. Ja. Ondanks het feit dat jullie vandaag of gisteren genoten hebben van het festijn, zijn jullie tegen het Koningshuis. Even kort, want we gaan over exact 4 minuten echt los. Dan gaat de tijd ook in en dan gaan we het er 10 minuten uitgebreid over hebben. Maar om alvast een voorschotje te nemen, kan je in 1 zin uitleggen, Laura, waarom je er tegen bent? Omdat een staatshoofd niet op grond van geboorte moet uitgekozen worden, maar op grond van kwaliteit. Oké. Maar een staatshoofd, we hebben toch gewoon een minister-president? Nou, dat is niet ons staatshoofd. Nee, officieel niet, maar die heeft het toch wel echt voor het zeggen? Nou, dat denk ik dus niet. Nee, joh. Jij nog iets aan toe te voegen, Frank? Ja, absoluut. Ik denk dat het belangrijkste is, officieel volgens de grondwet heeft de koningin niks te zeggen, maar via allemaal omweggetjes, dus denk aan het benoemen van de informateur, ondertekenen van wetten, ja. Voorzitter van de Raad van State, omzeilt ze die grondwet een beetje. Ja. Oké. En daarom moet ze weg? Absoluut. Ach, die lieve Bea, we zagen er vandaag nog zo kansloze dingen boven. Ik had zo met het roeven op. Ik vond het zo zielig voor haar. Al die kneuterige dingen. Nou, wat is jouw mening erover? Over 4 minuten gaan we helemaal los. 10 minuten lang over de stelling Weg met Beatrix. Gaan hebben over de stelling. Nou ja, eigenlijk hebben we het er al volop over. Ik zie al heel veel goede reacties binnenkomen. Want elke reactie is goed namelijk. Reageren mag altijd.
via Hekje Blikvoort, via sms 3333 en ook zeker via de telefoon via 0909-1336. Ja, we gaan nu beginnen. We gaan het 10 minuten lang over de stelling hebben. Weg met Beatrix. Even kijken. Zo, dat is beter. Oké, in de studio dus Laura en Frank. Jongens, jullie zijn tegen het Koningshuis. Deze week hebben er wat mensen gereageerd via de site, via blikvoer.tv. Laat ik gelijk even beginnen om alles op scherp te zetten met Xante, wat ook zij heeft gereageerd. Nederlanders zijn een zuinig volkje. Wij investeren ons geld liever in onderwijs en zorg dan in subsidies voor kunstenaars en een theater. Aan de andere kant geven wij ons zuurverdiende belastinggeld uit aan skivakanties, aan huizen in Argentinië en aan dure kleren van de koningin. Dit is volledig in strijd met onze volkscultuur. Ik vind dat het tijd is om onze cultuur te redden en het Koningshuis met onmiddellijke ingang op te doeken. Oké, dat is een reactie. Anas? Jongen, is ten eerste 5 minuten wachttijd, dat is wel gelach hoor met jou. Nee, even niet zeiken nou. Ik als groot Haarlemmer, ja. Met een zwarte huidskleur, ben pro het Koningshuis, het is het enige bindmiddel in dit land. En jij afkomstig uit deze stad, zou ook moeten weten dat het bindmiddel voor Nederland het Koningshuis... Ja, Anad, even voor de duidelijkheid, ik... Anad. Ik heb niet op me gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nee. Dat weet ik. Anad, even voor de duidelijkheid. Ik zeg helemaal nog niet of ik voor of tegen ben. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar jij bent in ieder geval voor het Koningshuis. En kan je ook uitleggen, Anad, waarom? Of kan je alleen maar tetteren? Kom niet aan Bea. Heerlijk, Anad. Er komen alle Surinamers in opstand. Heel mooi. Oké, nee, laat ik even iemand met wie ik gewoon wat beter kan communiceren dan. Wat dacht je van Wieland? Ja. Jij vindt ook dat Bea moet blijven? Ja. En waarom dan? Nou, ik denk dat het Koningshuis, dat is gewoon het Koningshuis. Ja. En dat moet zo blijven. En waarom? Omdat dat voor Nederland staat. Ja. Nederland is gebouwd op het Koningshuis. Het gaat al heel terug en daar is het op gebaseerd. En het Koningshuis kan wel een beetje minder, denk ik dan. Kijk, als Willempje al aan Zander bedenkt van ik ga inleveren wat de Nederlanders ook inleveren, dan gaat hij pluspunten scoren. Oké, Laura, Frank, het hoort een beetje bij Nederland.